Hallo, ik ben Sipko Visser en ik wil je heel graag welkom heten bij Ondernemers TV. En in Ondernemers TV interview ik leuke, interessante ondernemers. Gewone ondernemers uit het MKB, bij jou om de hoek, waar je wat van kan leren. Ondernemers die fouten maken, die struikelen, die opstaan, die ervaring hebben, succes hebben, falen ook. En ik vind het ongelooflijk leuk om van die ondernemers te horen wat ze meemaken, wat ze leren en wat voor hun de sleutel tot succes is. Niet meteen Bill Gates, maar gewoon de ondernemer bij jou uit de straat. Ik ben daarnaast business coach en ik vind het heel fijn dat je wil kijken naar ondernemers. Goedemiddag. Ik heb in beeld Piet Hein Zwaal. Piet Hein, vertel even, wat voor bedrijf heb jij eigenlijk? Ah, heel bedankt, Sipko. Ik heb zelf een bedrijf dat heet Medical Fit. En dat de laatste vier letters is Fit voor Piet Hein en Hans in de IT. En ik heb dat samen opgestart met mijn compagnon Hans in 2001. In 2001. Oké, dus je Ja. hebt het al 22 jaar. In september hebben we dat 22 jaar. Ja, En klopt. gewoon vanaf niks begonnen. Ik zeg september 2023 hebben we 22 jaar. Ja, van niks begonnen. Maar we zijn wel samen, we zijn twee studiegenoten, Hans en ik. We zijn samen begonnen in de gezondheidszorg. En we bieden daar dus IT-consultancy aan. En we zijn begonnen met het eigenlijk helpen van ziekenhuizen om hun digitaal te maken, voornamelijk op het gebied van radiologie. Er was in 2001 heel veel behoefte aan. Er was weinig kennis bij ziekenhuizen. Hoe je de afdeling digitaal van analoog, van foto's ontwikkelen naar een digitale opslag, digitale acquisitie ging. En nu zijn we gegroeid met binnen Medical Fit met 33 consultants die op vele vlakken van zorg-ICT advies geven, implementaties doen en helpen bij de selectie van zowel systemen als apparatuur. En jouw klanten, zijn dat dan ziekenhuizen? Dat zijn voornamelijk ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld landelijk bevolkingsonderzoek. Er zijn een aantal landelijk bevolkingsonderzoeken in Nederland, waaronder bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek naar borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker, maar bijvoorbeeld ook de prenatale screening die landelijk wordt uitgevoerd. Nou, daar helpen we mee met functionaliteit bedenken, welke IT-systemen, welke koppelingen zijn er nodig. En in die 22 jaar de hele ontwikkeling doorgemaakt, met z'n tweeën begonnen en nu een flink team van consultants. Welke problemen ben je nou tegengekomen in die als je daarop terugkijkt? Nou ja, vele problemen. Dat is altijd ook hoe zorg je voor continuïteit bij je opdrachtgever. Wij hebben natuurlijk opdrachtgevers die vaak projectgebaseerd zijn. En dan moet je dus ook je goed kunnen onderscheiden ten opzichte van andere partijen die eigenlijk min of meer hetzelfde zouden kunnen. We zijn op een gegeven moment ook zelf congressen gaan organiseren. Zijn we zelf platforms gaan starten waarin we onze kennis, maar ook kennis van onze opdrachtgever en leveranciers konden delen. En daarmee leerden we ook nieuwe technologie kennen, maar konden ons ook eigen maken in andere domeinen, als bijvoorbeeld digitale pathologie of elektronische patiëntendossiers. En daarmee kregen we ook een goede reputatie, konden we nieuwe projecten acquireren, maar ook nieuwe mensen aan ons gaan binden. En zo zijn we Ja. stap voor stap organisch gegroeid naar die 33. En wat is nou een grote fout die je in die loop van de tijd gemaakt hebt, waar je zegt van oh, dat Nou was een ja, mooi ding? meerdere fouten. Dus altijd een feest. Fouten maken mag. Ja. Hele positieve inschattingen. Vooral in het landschap waar wij werkzaam zijn, hè, dus in de zorg-ICT. Wij denken, die technologie die gaat het helemaal worden. Maar dan duurt het gewoon soms 5 tot 7 jaar voordat dat eigenlijk geïmplementeerd wordt binnen ziekenhuizen, of dat er budget voor komt om het te doen. Dat is Ja. vaak een hele een te opportunistische kijk
hoe snel iets gaat lopen. Ja. En dan ga je natuurlijk ook, daar ga je natuurlijk bijvoorbeeld mensen op aannemen, of dan ga je dus investeringen doen. We geven bijvoorbeeld ook opleidingen. Nou, dan ga je natuurlijk een opleiding ontwikkelen, wat gewoon 3-4 jaar duurt voordat je eerst echte cursisten hebt. Nou, ja. Dat zijn fouten. Ja, dat zijn fouten. Dan heb je een opgeleide medewerker die zit te wachten op het eerste project en dat komt maar niet. Ja, ja komt maar niet. En die moet je gemotiveerd houden. Zeg maar, joh, kom, je gaat toch even met het huidige werkzaamheden door, die ook nuttig zijn, maar dan niet helemaal in het ontwikkelplan van de consultant past. Ja, nou, dan krijg je dan ook dat die mensen hebben opgeleid op takken van sport die uiteindelijk helemaal niet tot ontwikkeling komen. Nee, dat niet. Nee, dat valt wel mee. Mensen zijn flexibel. En wij zijn eigenlijk veel zelfdoeners, dus ook van de inhoud. En dat is ontzettend goed. En daar kan je nog steeds alle trends volgen. Maar soms weerhoud je dat wel, misschien de eerste 10 jaar, van het echt werken aan je bedrijf. Maar dan ben je dus eigenlijk voornamelijk in het bedrijf aan het werken. En is dat nu niet meer zo? Dat is veel minder, want die ruimte hebben wij zeg maar ook niet meer om het te doen. Dus je moet een aantal dingen op een betere manier organiseren, structureren en dus ook op een leuke manier delegeren. En dan worden dingen ook veel voorspelbaarder en eigenlijk minder afhankelijk van jou. En dan vaak gaat de kwaliteit dan ook nog eens omhoog. Ja, en dan moet je dingen loslaten. Loslaten. En dat is lastig, want als je vooral inhoudelijk heel erg georiënteerd bent, dan denk je zelf al dat je het zelf sneller en beter doet. Dat lijkt in het begin als ondernemer, lijkt dat zo. Maar op de lange duur blijken anderen veel beter te zijn in heel veel dingen. En ook er nog veel meer lol in te hebben, waar je zelf misschien wat je zelf veel energie kost. Ja, maar goed, je moet dus ook vertrouwen hebben in je teamleden. Ja, ja, maar goed, en daar moet je natuurlijk echt aan bouwen dat er dus voldoende ruimte is om goed te kunnen overleggen. Dat mensen ook kennis en ervaring met anderen kunnen ophalen en kunnen delen. En dat je dat eigenlijk ook mensen misschien wel soms ook beschermt tegen opdrachtgevers die veel eisend zijn. En die dat natuurlijk niet bezig zijn met die ene consultant die ze nodig hebben. Of die wel de tijd en ruimte krijgt om goed dingen intern af te stemmen. En de rapporten bijvoorbeeld te checken. Dus dat moet je allemaal eigenlijk organiseren. Dat is leuk om te doen. Maar dat zijn wel leerpunten. Dat je dus ook de goede opdrachten kiest. En dat je ook de ruimte inbouwt dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen, inhoudelijk, maar ook dat ze de ruimte krijgen om fouten te maken en dat dan ook anderen ze helpen. Ja. Ja. Hey, en waar is het bedrijf over 5 jaar? Ja, veel verder. Ja? We hebben echt gekozen voor een groeistrategie om met meer mensen, met meer experts, want dat is bij ons het belangrijkste schalingsfactor. Mm-hmm. En met hoeveel experts we werkzaam zijn. En we willen eigenlijk gewoon een verdubbeling van het aantal experts om meer impact, meer ook grotere zorg-ICT-projecten aan te kunnen pakken en te kunnen implementeren. Oké, dus over 5 jaar ben je gewoon 2 keer zo groot? Ja, ja. Dat is het doel. Wauw. En ben jij dan nog eigenaar van het bedrijf? Tegen die tijd? Nou, we zijn mede-eigenaar. Want we hebben ook nog onze collega-consultants, die zijn deel-eigenaar. Als ze dat willen, dan is dat mogelijk. En dan zijn ze kunnen ze zich dus als ook gewoon een certificaat in het bedrijf aanschaffen. En dan delen ze op die manier ook mee in de resultaten. Oké. Okay. Wauw, mooi. Mooie grote stappen, man. Dus nog 30 man erbij over 5 jaar. Dat is dan ruim een man of 8 per jaar erbij. 12. 12 zelfs. Volgend jaar. En dan
Nou, misschien gaat het om iets harder dan in 5 jaar. Eigenlijk verdubbeling eigenlijk in 4 jaar. Dat is een beetje hoe het er nu uitziet. Maar we zijn begonnen met z'n tweeën. Dus we hebben wat langzamer start gehad. Wel, maar goed, die mensen komen binnen. Die moeten dan ook projecten hebben. Die moeten ook declarabel aan de slag. Ja, ja, maar dat is als je wat wij natuurlijk doen. Wij organiseren zelf congressen. Dus we zetten dus thema zetten we eigenlijk in de stijgers. En er is gewoon wel veel behoefte aan de soort expertise die wij hebben. En de afgelopen COVID-periode hebben we ook laten zien dat krapt is in de zorgmarkt. En natuurlijk, dat is de krapte aan personeel. Maar wij richten ons heel erg op de digitalisering van de zorg. Nou, daar is erg veel behoefte aan. Ja. Dus aan die vraagzijde zien wij niet echt een knelpunt. Dus meer vinden we de goede mensen en ook mensen die nu net afgestudeerd zijn, die we begeleiden om zich verder te ontwikkelen. Ja, kunnen we dat goed aan? Dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Oké. Hey, en een 18-jarige die nu het plan heeft om te gaan ondernemen, wat zou je tegen zo iemand zeggen? Wat zou je hem voor advies meegeven? Nou, maak een strategieplan. Het liefst wat past op 1 pagina. Waar je natuurlijk jouw missie even goed vastlegt. En wat je, welke rol en welk probleem je bij je klanten oplost. Dat je ook definieert welke klantengroep heb je. En wat ga je echt aanbieden. Ja, en je moet, en dan is het belangrijkste, heb je, vooral bij ons was dat het belangrijk, heb je de juiste mensen? Heb je de juiste strategie? Nog belangrijker, wat doe je wel, wat doe je eigenlijk niet? Wat ga je niet doen? Dat maakt het veel eenvoudiger, want grote kans dat je heel divers en eigenlijk weinig focus hebt. En richt je heel erg op de uitvoering, want de uitvoering is eigenlijk nog steeds 90% van je resultaat. En zorg ook dat je voldoende cash hebt. En wat ik daarmee bedoel is dat je voldoende middelen hebt om ook besluiten te kunnen nemen als bijvoorbeeld een training ontwikkelen die niet aanslaat. Of je hebt geëxperimenteerd, het gaat hem niet worden. Of de samenwerking met een of andere leverancier is hem niet. Dat je de financiële middelen hebt om ook afscheid te kunnen nemen en dat je altijd zelf kan kiezen. En hoe weet je dan wat voldoende financiële middelen zijn? Nou ja, je moet gewoon echt voldoende rendement halen. Dus dat is, vooral in het begin moet je veel beter rendement halen dan een grote organisatie of een grote concurrent. Want je bent veel minder zeker als je klein bent dan als je een supermarkt hebt, dan een hele grote supermarktketen. Dus je moet echt... Ja, financieel is wel belangrijk dat je je eigen groei kan financieren. En dat je dus ook de middelen hebt om besluiten te nemen. Ja, dat is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. Veel mensen hebben de middelen zeker niet als ze net beginnen. En banken staan voor een 18-jarige natuurlijk ook niet echt in de rij. Dus dat zal niet altijd meevallen om zo je eigen groei te financieren. Nee, dat klopt. Maar dat misschien dan wel kijken bij familie en vrienden. Ja. Op een echt andere manieren om te doen. Maar ook gewoon veel dingen proberen. En ook heel veel dingen kan je ook nog gewoon proberen zonder dat je direct geld kost. Dat is maar een beetje afhankelijk van welke business je zit. Maar dat... Dat is een belangrijke. Ja. Hey, en wat is het beste advies wat jij gekregen hebt in de loop van jouw ondernemerschap? Beste advies, nou eigenlijk wat bij ons voor mijn compagnon en mij heel goed heeft uitgewerkt is dat we ooit lid zijn geworden van een ondernemersvereniging. Ja? En daar was eigenlijk het advies lees het boek Scaling Up van Vern Harnish. Ben je wel bekend van FD Gezellen, dus de oprichter daarvan echt, zeg maar. Maar dat heeft ons geholpen om een beetje uit de operatie te komen en meer naar werken aan je bedrijf dan in het bedrijf. Ja. En,
En daar hebben we het ook met een, gewoon een keuze maken. Wat is onze strategie? En daardoor hebben we eigenlijk veel meer rust gebouwd. En zijn we zo stap voor stap, hebben we onze groei vorm kunnen geven. Ja, dus word lid van een ondernemersvereniging, want daar leer je veel van. Leer veel van en spreek ook, hè, bezuinig daar niet op. Neem een coach die je daarin helpt, een bedrijfscoach. En dat gaat je gewoon helpen. Dus dat je het ook met anderen doorneemt. Wauw, mooi. Oké, hey, en doe je nog iets om de lokale gemeenschap te steunen? Ja, zeker. Dat is een vereniging Kiwanis. Dat is een kreet van de Indianen samen één. En dat is bedoeld om de kinderen in problemen te helpen. Okay. En dat komt eruit dat geld inzamelen is voor bijvoorbeeld zwemles geven aan kinderen van asielzoekers. Of gezinnen waar kinderen geen sportvereniging kunnen betalen. Ja. En nou, dat proberen we door goede doelen te starten. Bijvoorbeeld kerstpakketten te gaan inpakken. En dan kunnen we die kerstpakketten kunnen verdeeld worden aan gezinnen met die daar eigenlijk normaal geen mogelijkheden voor hebben. Of het gewoon niet krijgen. Ja, ik snap het. Ja. Oké. Dat is wow. Een goed. Mooi, hoor. Ja. Ja. En verder proberen wij als bedrijf ook wat dingen, omdat we natuurlijk heel veel in de zorg zitten. We gaan kijken van welke initiatieven kunnen wij gewoon ondersteunen. Waar we onze expertise gewoon aan kunnen bieden. Ja. Bijvoorbeeld aan de stichting. Voor het gebied van de patiëntenvereniging voor patiënten met kanker bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay. Hey, en tenslotte, Piet Heijn, is er verder nog iets wat je kwijt wil? Nou, maak gebruik van iemand die je goed begeleidt. Bijvoorbeeld een action coach. Kan zomaar. Als tip komen. Nee, maar dat helpt echt. Vooral uit de praktijk stappen en uit je operatie. En dan dat gaat je gewoon, als je dat vooral een bepaalde methodiek en ook periodiek doet. Dat gaat je helpen om weer terug bij je groeiplannen te komen. Ja. Dan wordt het en een goed strategisch plan, zeg jij. Ja. Ja, maar dat moet je dus ook met andere mensen bespreken. Ja. Mooi. Oké, nou, dan wou ik je heel erg danken voor dit mooie en inspirerende gesprek.